Camping De Peelbloem in Duurne is nog maar vier seizoenen oud en nu al in de race voor de titel Beste Camping van Nederland. Campingbaas Harry Bouwmans is ervan overtuigd dat zijn camping de nummer één wordt. Nou, ik denk uh, dat ons campingtrein uh, rust en uh, uitstraalt en de ruimte die onze campinggasten hebben. Parkachtig aangelegd met veel bloemen, veel, veel groen rondomheen. En ik denk wel ontzettend belangrijk het is ons sanitair gebouw, dat ook helemaal aangepast is voor de minder verliede mensen. En dan vinden de 50-plussers allemaal ook heerlijk. Daar hebben ze ook de ruimte. En dat valt in de smaak bij de campinggasten, want het is goed verzorgd en de service is om over naar huis te schrijven. Ik ben hier helemaal op vakantie. En wij staan hier vier weken en we gaan nog drie weken naar Gelderland. En dat is besproken, maar anders bleef ik hier. Je hebt er eigenlijk al stiekem een beetje spijt van. Ja. Echt waar, ik heb er spijt van. Sommige gasten staan hier al vanaf het allereerste uur. Al tikt hun klokje in Deurne, toch niet helemaal zoals het thuis doet. Nou nee, ik heb gelukkig wat gebreken. En dan, ja, dan kan ik tenminste een keer naar het ziekenhuis toe, dan kan ik een keer ook weer echt de bommelse lucht in gaan ademen. Hè? Want die bommelse lucht, ja, dat is toch nog steeds ja, belangrijk. Ja, ja, die bommelse toren is voor ons nog steeds heel belangrijk. Een prima tweede thuis dus. Maar als camping, de absolute nummer één. Ja, we komen beslist weer terug.